kijkers, welkom terug in Papers, Please. En zoals jullie waarschijnlijk al hadden verwacht, we gaan gewoon lekker doorspelen. Ik weet nou niet helemaal zeker of we nou dag 6 gaan doen, of dat we dag 6 hebben gedaan. Ik denk dat we dag 6 hebben gedaan, maar daar begin ik wel, zeg maar, want dat is de laatste save point. Dus ik denk dat we vandaag dag 7 en 8 gaan doen, want ik heb 75 credits. Jobs view. Becoming fewer. Immigrants taking jobs from locals, dat is niet goed. Wat gebeurt er dit echt ook? Dat immigranten hier naartoe komen, dus niet bijvoorbeeld Nederland, maar gewoon naar een land toe komen. En hier lekker gaan werken. Terwijl de andere mensen van het land die daar geboren zijn, werkeloos thuis zitten. En Vince Lestrade, apprehended in Greston. Dus dat was volgens mij de vorige keer, dus weer een hele poos geleden. Volgens mij was Vince Lestrade, die kwam uit een ander land. Crimineel of zo, en ik heb hem toen laten oppakken. Walk to work. 28 november 1982. Inspector. The Ministry of Labor has instituted a special program to control immigrant labor. Travelers entering for work require a valid work pass. Weer iets nieuws, daar hou ik niet van. Dat was gewoon de krant weer. Oké, dus mensen die komen om te werken, die hebben een work pass nodig. Oké. Even kijken, wat zijn de basic rules? Paspoort. Oké. I plan to work. I remain for a few months. Oké. Dat was mijn glas. Kon ik dit al doen? Ja, yes! Dit had ik gekocht. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Nee, die. En dan die. Oké. Jouw gezicht, ja. Fishing, heeft ze dat verteld? Nee. Dat klopt. Dat klopt. Ik denk dat jij naar binnen mag. Dat hoop ik in elk geval. Ja, zij mocht naar binnen komen. Gelukkig. Hallo. Ja, I plan to work. Half een jaar, dat is 6 maanden. Oké, ik snap wat voor werk jij bedoelt. Maar mag jij wel naar binnen komen? Die. Je lijkt anders, maar je bent niet anders. Alleen food service. Oké, dat kan ik niet checken. Dit noem ik niet echt voedseldingen. Ik denk dat je naar binnen mag komen. Oh. Het gaat niet zo lekker. Ik zit er niet in. Het is te lang geweest. Ik moet dit vaker spelen. Please help me. A man named Davy Ludum promised me and my sister's grand work in Ostotska. I do not trust him. I am afraid he will take my passport and force me to work at iets. He is online today. Please do something. Oké, Davy Ludum. Het zal waarschijnlijk de volgende zijn. De volgende man is? Ik denk het wel. Nee, dit is hem niet. Oké. 3 maanden om te werken, dus dat klopt. Voor zover dit is, ligt hier niet. Dat is. Discrepancy! Ja! Je wacht hier binnen. Ga weg. Ik wil jou niet in mijn land. Als jij niet met. Dinges, ik kom niet op het woord. Goede documenten komt. Ook wat de Visit Friends. Oké, 14 dagen. 2 weken. Oké, fair enough. Jouw naam klopt volgens mij wel. 23-12, dus dat klopt. 31-12, 1983.
Dat weet ik niet. Dat klopt volgens mij ook. Okay, jouw gezicht klopt ook wel. Dus kom maar naar binnen. Oh. Oh nee. Nee? Nee. Ik dacht heel veel dat het een stempelfout was. Maar het is rond met MOA in het midden. Ah. Fuck, niet nagekeken. Hey. Hoe heet je ook alweer? Georgie. Oké, okay, everything is set. Maar jij hebt iets nodig. Dat, je hebt een entry permit nodig. Sorry Georgie. Ik mag je niet binnenlaten. Hij komt wel terug. Ik geloof in hem. Hij gaat terugkomen. Ben jij Davy Ludo? Nee. Oh, we moeten weer. Immigrate Forever, oké. Okay. 27/12/1984. Mail, dus dat klopt. Ben jij hetzelfde? Ja, ik denk het wel. Rond met MOA, dus dat klopt. En dat klopt. Ook helemaal mooi. Hoe ver ben ik op de dag? Oh, jeetje. Ik ben nog niet eens op 3/4. Hello, Fred. Oh. Ja, dat kaartje heb ik al. Wacht, eerst eens kijken. Heb jij iets waar ik je op kan afknappen? Nee, natuurlijk klopt alles. Maar toch ga ik jou hier niet... Ja, ik weet niet wat ik anders zou moeten doen. Ja. Last warning, no penalty. Oké, maar... I'm immigrating. Forever. 24/12/82. Oké. Dat is een ander nummer. Jij mag niet naar binnen. Oh, detain. Dat kan ik doen tegenwoordig. En om een of andere reden, misschien komt het druk uit opnemen, Ben. Dropt hij net een paar frames. Ik hoop dat jullie dat niet merken. Dat komt nu trouwens weg. Maar er gebeurt toch eens iets vreemds. Just visiting. Oké, hoeveel maanden? Overdag. Oké, couple of months. Oké, rond met MOA. Dit klopt volgens mij wel. Ja, en... Dat klopt ook. Dat klopt ook. Jouw gezicht klopt ook gewoon. Ja, nog één iemand kan ik denk ik doen. Twee maanden, oké. Klopt dit? Ja. Klopt de naam? Wat? Wat gebeurt er? Nee! Altijd weer die terroristen. Oh, oké. Iedereen is ziek, hongerig en koud. Nou, alleen mijn zoon is ziek. Maar ik ga het toch kopen, want zelfs dan haal ik nog $50 over. Nou, credits. Dus ja, ik ga gewoon alles kopen, dan wordt iedereen weer blij. En dan gaat ook niemand dood. Oké, dancers at Dresden Club found dead. Oké, waarom? Oh, Dresden Club. Oké. Nee, dat is een... Laat maar. En dat ik... Dresden... Sorry, ik kon niet checken of hij bommen op zich had. Dat weet ik niet. 29 november. Oké. To facilitate more thorough inspections, a search scanner system has been installed in your booth. Collection extremists are suspected in yesterday's bombing. Search all collections before approving their entry. Glory to Ostotska. Okay, correlate pertinent entry in rulebook with violating information to enable further options. Okay. Correlate discovered weapons and contraband with rulebook entry. Okay. Hoe gaat dit worden? De eerste die ik krijg is sowieso een collection. Werk? Ja.
Werkt dit? Ja. Zoek hem maar. Ik denk niet dat zij iets heeft. Nee, zij heeft niks. Maar klopt jouw foto wel? Ja. Oké, waarvoor kwam jij? Oh, dat is de verkeerde. 1 maand visiting. Oké. Ja, je mag toch naar binnen. Ja, dat is correct. Dat klopt. Je naam klopt erop met MOA. Dus ik vind dat je naar binnen mag. Hopelijk mocht ze ook echt naar binnen. Ja, dat mocht ze ook echt. Hallo mevrouw. I'm in transit. Hey. 30 dagen klopt, maar dit klopt niet. Oké, discrepancy cleared. Oké, dat wil ik even weten. Waar klopt jouw naam? Oh, klopt dat nummer? Je naam ging niet goed. Oké, mag je nog wel naar binnen? Ja. Klopt je foto? Ja. Je bent een vrouw, dat staat er dat goed op. Dus kom maar naar binnen toe. Van mij mag je naar binnen te komen. Work, ja, dat had ik verwacht. 6 maanden, oké. Toch best een ander nummer? Nee, niet. Je naam. De datum. Dat klopt. Dat klopt. Female! Jij bent geen vrouw. What is this question? Wat? Zal het een vrouw zijn? Ik denk dat het inderdaad een vrouw is met een baard. Nope. Dieteen! Oké. Ja, je hebt vals identiteitsbewijs. Ik heb vandaag geleerd dat hoeveel euro boete was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Dat kan heel veel euro goed opleveren. Dat is niet zo slim, meneer. Hallo, mevrouw. Ik ga gewoon je naam maar even zo checken. Oké, 82 kilo, dat klopt. Ben je wel echt een man? Zie je? Je bent helemaal geen man, hè? Je bent vast en zeker geen man. En ik hoop dat op dit moment mijn camera wel aan het opnemen is. Want hij is heel vreemd aan het doen. Oké, je bent dus een man. Oké. Dan mag ik je binnenlaten. En ik kreeg even een belangrijk berichtje. Dus die moet ik even beantwoorden. Oké, ik ben terug. I come for a visit. Oké. Wil. 14 dagen en een jaar, dat ligt nogal uit elkaar. Is er iets anders wat niet klopt? Oké, dit lijkt allemaal te kloppen. Nou, verder mag je jammer genoeg naar binnen. Volgende. Hallo mevrouw. Om een van de reden. Word ik heel moe. 2 dagen, wat zou ze nog meer? Transiting. Klopt allemaal wel. Klopt dit? Dat klopt ook wel. Alleen mag je niet meer naar binnen.
Zie je? Je wacht even naar binnen. Ja. Get the fuck out of my country. Ik kon niet eerder komen. Ga maar lekker weg. Ga maar lekker terug naar je eigen land. Oké, 2 maanden. Dat klopt. Dus de vraag is 2 maanden. Oké, je... Gender. Klopt. Check de naam. 1612. Dus dat is geldig. Dat is geldig. Dat is vast wel geldig. Behalve... Ik was het bijna vergeten. Ik moet je even onderzoeken. Hey, hey. Fuck, hey. Dat mag niet, hè, meneer? Dat mag niet. I've made a mistake, meneer. What? Slow down, my friend. I've only harmed that listen. I've given you 10 credits to let me through. Je hebt ze nog niet aan me gegeven. Als je me ze direct had gegeven... Dan had ik je binnengelaten, maar ik vertrouw je niet. Ik ken jouw soort. Dan zeg je dat wel. En dan ga je lekker weg. En dan geef je het niet. Hallo mevrouw. Dat is niet jou. Dit jeetje. Oh, dat klopt dus wel. Oké, het zag er anders uit. Dan klopt het. Hoeveel zijn ze ook alweer? Couple of X. Oké. Is er verder iets? Oh, er moet iets gebeuren, want het is het einde van de dag en... Oh, vast wel weer een terrorist. Je mag er binnenkomen van mij. Ik heb nog geen waarschuwingen gehad vandaag. Zie je, dit had al moeten gebeuren. Er is iets met of met haar... Of met deze man. Ja, oké. Okay. Disruptive detected. Check again. Blijkbaar was deze man belangrijk. Ik weet niet waarom. Ik wil het eigenlijk wel weten. Ik ga geen ding kopen. Wel een verdiening tenminste of wat. Hey mensen, ik heb voor 2 dagen gedaan. Dacht ik. Blijkbaar heb ik dag 6 en 7 gedaan. Oké, dag 6 en 7. Dat kan op zich kloppen. Dus ja. Hey mensen. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in een volgende. Ciao. Hey! Gorgie. Ik heb echt het gevoel dat ik deze dag nog een keer speel. Want in de vorige video had ik dit ook. Met dat hij dit helemaal heeft gedaan. Oké. Ja. Ik ga niet...